Als een Tsjechische priester die satanische Halloween-pompoenen kapot trapt, stampen we de tweede ronde in. Opvallende koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond hieronder? Voor jou, Jaap en Rouwnak. Als je steeds hoort wat moet, gaat het tegenstaan. Ik denk meteen aan een autoriteitsprobleem. Heb jij een autoriteitsprobleem? Nee. Nee? Nee. Je bent toch wel gewoon een independent woman? Ja, maar dat is iets anders dan een autoriteitsprobleem. Nee, maar, heb jij een autoriteitsprobleem? Zeker. Daarom ben ik autoriteit geworden. Dan heb je dat probleem niet meer. En bescheiden gebleven. En bescheiden. Hele gewone jongen geworden, zeker hoor. Maar het gaat erom, de mensen zeggen, wij leven in vrijheid, toch? Jij ook. We leven in Nederland, maar toch zijn er nog altijd mensen, de laatste tijd veel meer, valt mij op, die zeggen wat je moet. He? Of het nou over het klimaat gaat, en al niet terecht, hè? Maar mensen zijn elkaar wel de maat meer aan het nemen, heb je dat niet? Nu denk ik ineens aan diëten en bewegen. Ja. En sporten. Ja, goed, heb jij gelopen, want jij bent een hardloper. Ik ben een hardloper, ja. Ja. Maar als ik soms moet, dan gaat het me ook wel eens tegenstaan. Wacht even, als je wie ontmoet? Nee, als het soms moet. Als het moet. Als het moet. Ja. Maar in welke zin dan? Want hardlopen is iets wat je zelf doet. Je traint jezelf, toch? Ja, dat klopt. Maar als je traint naar, in mijn geval, een marathon toe, dan heb je een schema. Ja. En dan moet je 4 keer per week trainen. Ja, dan is het op een gegeven moment niet leuk meer. Nee. En degene van wie dat moet, dat is dan... Dat ben ik zelf. Dat ben jij dat zelf? Dat ben ik zelf. Dus ja, dit heb jij intern. Dit is intern. Ja. Dan ben ik ook een beetje autoriteit geworden. En wat moet je dan laten staan als je... Want je hebt net de marathon van Berlijn gelopen, vertelde je voor de uitzending. Ja, je bent al je zondagen kwijt. Want? Dan train je de lange duurloop, dus dan train je 20. Ja, maar je bepaalt het zelf. Je kan toch ook zaterdag trainen? Loop je dan beter ook? Ook zondag? Ja. Op zondag loop je perfect, want dan kom je alleen maar mensen tegen die hetzelfde leidersweg aan het lopen zijn. Of aan het doormaken zijn. Maar hardlopen is ook echt heel leuk. En jij zei bij de aankondiging net dat het gek is dat dat leuk is. Nou ja, wat is er dan zo leuk aan? Je had ook al badminton kunnen gaan of iets wat wel leuk is. Zeker, maar hardlopen is individueel en collectief. Dus het is best wel bijzonder. Dus het is de enige sport waar je met de Olympische Spelen of met wereldkampioenschappen aan hetzelfde start staat. Dus zelfs jij en ik staan aan hetzelfde start. Ja. En dan... Zelfs jij en... Ja, precies. Ja. Jij en ik staan aan hetzelfde start. Je weet helemaal niet wat mijn beste tijd op de marathon is. Nee. Vertel. Vertel over je deelname aan de Paralympics. Ga door. Nee, maar iedereen die ook maar een beetje ambitie heeft om te gaan hardlopen, die kan aan die start gaan staan. En in Berlijn stond ik dan aan hetzelfde start waar het WK werd, tenminste waar het wereldrecord werd gelopen door de vrouwen. Ja, ja, ja. Je ja. loopt allemaal hetzelfde parcours. Was jij niet, hè, overigens? Helaas niet. Nee. Ja, ik ben in de Kuip ook wel op de middenstip geweest, maar dat voelt toch anders, hoor. Dan is niet, heb ik niet het idee dat ik dat ook kan, wat zei ik. Ja, maar dan heb je ook niks gedaan. Nee. Dat klopt. Uiteindelijk gaat het over voedsel. Is bij mij altijd... Ja, of diëten. Maar dat je iets niet mag eten, dat vind ik iets wezenlijks. Want ik snap het helemaal, altijd, rationeel, maar het is toch... Maar wat mag jij niet eten? Nee, er zijn heel veel dingen die ongezond zijn, toch? Alcohol, kaas, vlees. Maar nog even die link naar dat rennen. Heb jij een speciaal rendieet ook? Ik eet wel veel meer... En veel... Meer, ja, zeg je? Zeker. Oké dan. Daar gaan we zondagen. Zeker. Ik zal als enige dik hier in de studio maar iets van zeggen. Nou. Voel me aankomen. Let jij op je voeding? Ja, maar dit is... Ik natuurlijk af en toe als wat op televisie doe... mensen hebben het altijd over mijn gewicht. Ik krijg altijd tweetjes, dingetjes. Echt? En van de eerste keren dat ik op tv was geweest... kreeg ik daarna ook thuis, dat vond ik echt eng... kreeg ik een dieetboek toegezonden. Nee, gewoon... En je gaat het niet geloven, maar toen heb ik het gelezen. Sorry, heb jij een huisje van snoep? Hoe weten ze dat jouw huis is? Maar ik heb het toen gelezen en je gaat het niet geloven... Ook een kutboek. Dat werkt ook niet dan, hè? Harm, gebruik gewoon je trui. Je ziet het toch niet. Trek gewoon die kooltrui over je neus. Of was die trui wit en is dit het? Hij was al even, maar ja, echt. Ik denk dat de mensen die dit zitten kijken denken... ik wist niet dat mijn televisie een zwart-wit stand heeft. En moet jij niet voor... Ja,
En sport je ook? Ik ben steeds beledigd over die trui-grap. Maar wat sporten? Ja. Nou, heel gelukkig. Ga door. ik zou wel meer moeten sporten, maar ik vind sporten niet zo, ik ben niet zo'n sporter. Nee. Wandelen vind ik leuk. Ja. Of is het geen sport? Jawel, dat is voor mij het meest gezonde. Ik haat wandelen. Oh. Dat, ja, ik heb maar twee standen. Of stilstaan of rennen. Ik vind wandelen het allerdebielste manier van... ik trek dat niet. Ik word helemaal gek. Echt? Ja, met z'n tweeën wandelen, hond erbij, leuke natuur, goede gesprekken. Nee, ik vind dat echt... Dat is ook een reden waarom slaapwandelen bestaat. Dat is gewoon... Ik geloof dat zijn mensen die gewoon in slaap vallen tijdens het wandelen. Zo saai. Als je steeds hoort wat moet, gaat het tegenstaan. Wat zou het kunnen zijn? Dit gaat over dat mensen, als je iets in je mond stopt... dat ze meteen beginnen... Maar dat is dan, je moet iets niet doen. Maar volgens mij gaat dit erom dat we zeggen, je moet dingen gaan doen. Dus je fruit. Ja, fruit en groente eten. Ja. Zo van, ja. Positief. Maar het is in die zin, gelukkig maar, is het ook een kwestie van toeval. Ik was deze week bij de tandarts. En dat doe ik inmiddels met mijn hele gezin. Ga ik dan naar de tandarts. Gezellig. En ik ben best wel een snoepert, wel. En ongezonde dingetjes. Wat is jouw guilty pleasure? Veel. Ja, kaas, wijn, dat soort dingen. Gewoon gezellig. Ik ben een boegondig. Maar ook autoriteit. Iemand maakt me wat. Nee, maar ik zou in theorie zou ik best wel gaatjes moeten hebben. Maar ik had dus geen gaatjes. En mijn zoontje van 6, oh man, dat is zo sneu. Maar die poest goed en die eet gezond. Die eet heel weinig suiker. Maar dat is een gaatje. En dat was goed, lang verhaal kort. Die tandarts, die zei, die kies moet eruit. Er was nog een melkkies. Nu al? Ja, moest eruit. En ze zei, ik ga het ook nu meteen doen. Want ze zei, het is een kind. Dus als je daar volgende week terugkomt, dan gaat hij zich een hele week lang druk maken. Het was zo grappig. Want ze ging er echt voor. Ze zei, nou, zei ze tegen mijn zoontje, ik heb dus slaapwater. Ze moest een verdoving hebben. Slaapwater en dat doe ik op je tandje. En dan komen er allemaal kleine diertjes. En die maken al je tandjes in slaap, zodat ze in slaap vallen. En toen zei ik, ja, en dan voel je die spuit ook niet. Oh. En je zag... die tandarts aan mij kijken, wat doet! What the fuck ben je aan het doen? En hij huilen. Ik zei, nee, dat is een slaakspuit. Ja, je weet het. Nee, Ronak, jij zat heel dichtbij. Vaak denken mensen dat lager opgeleide, minder gezond eten vanwege een gebrek aan kennis en geld. Toch blijkt dit niet altijd zo te zijn. Een afkeer van instituties maakt dat mensen die heus wel weten wat gezond is, gezondheidsadviezen al snel in de wind slaan. Als een voedingscentrum tips geeft voor slimme keuzes, hebben sommige burgers het gevoel dat ze dom zijn en domme keuzes maken. Hierdoor voelen ze zich gestigmatiseerd en miskend. Daar ging het over. Mocht je nu met overgewicht op de bank zitten, met een zak chips en een fles cola naast je, en merk je dat je wat somber wordt van dit bericht, dan wil ik het volgende tegen je zeggen. Herpak jezelf, je bent verdomme de koning. We hebben nog een cryptische kop voor Peter en Thomas. Het is nog schrikken met niemand achter het stuur. Het gaat over zelfrijdende auto's, gok ik zomaar. Ja, die komen eraan. Want je hebt dus mensen... In Vincent, hij komt ook wel eens op radio en televisie... en die eist dus dat hij in zijn Tesla de krant mag lezen achter het stuur... omdat zijn auto zelf kan rijden. Vincent Bijlo? Met draaien, zo. Wat ik zo raar vind, rijlesauto's zonder leerling... Ja. Rijden roekeloos. Ja. Dat is zoiets raars. Nee, zodra die leerling eruit is, die gasten die scheuren een potje hard. Mijn broer is... Dat is alsof je in elkaar wordt geslagen door een agressiviteitscoach. Ik snap niets. Ik word helemaal gek van die hele dag, die truttige leerlingen met dat slechte rijgedrag. Dus dan kunnen ze een keer een stukje zelf, dan spuiten ze weg. Mijn broer is rijinstructeur. Ja. We waren onlangs op vakantie. Dan hadden we een huurauto en dan reed ik een stukje. En dan zat hij ernaast. Daar. Continu gezeik. En je doet het niet goed. En waarom rij je nou zo? En waarom flotteer je nou hiervoor? En continu kritiek. En toen dacht, rij jij dan maar. En dan zit hij zo. En dan... Toen dacht ik, ja, wat is dit? Hij is ook DJ. Hij is een hele goede rijinstructeur, dat moet ik zeggen. Ja, natuurlijk. Het gaat erom dat die auto's, maar dat zijn de verhalen... maar die zijn nog steeds allemaal waar, volgens mij. Dat een auto nog steeds een afweging moet maken... Als er iemand oversteekt, ja. Stop ik of niet. Uh-huh. In Australië is het bekende verhaal dat de Tesla de kangaroo niet herkent. Precies.
Dus dat daar heel veel kangoeroes sterven. En dat dan nu, om te trainen, dat dan mensen in kangoeroe pakken. Ja, maar die steken daar de weg over. Die worden ook en dat, die worden dan doodgereden. Ja, die worden doodgereden. Maar ja, wel allemaal voor de goede zaak. Nee, ja. Maar om de Tesla op te leiden, zeg maar. Ja. Maar zou jij durven, Ronak? Als het uiteindelijk goed wordt. Ze zijn nu in Amerika heel veel proef aan het doen, hè? Gaat nog niet zo heel denderend, daar gaat het over. Maar zou jij het uiteindelijk durven? Natuurlijk. Ja? Ja joh, het is 2023, alles gaat zo snel. De eerste ruimtereis al gemaakt. Ik zou het zeker durven. Wacht even, is de eerste ruimtereis gemaakt? Ja. Ja? Ja. Wauw. Toen die trui nog in kleur was. Maar, Tuurlijk, maar zou jij het niet durven dan? Nou, ik ben wel een control freak, hoor. Ik zou misschien af en toe even mijn stuur loslaten. Denk, hij doet het, maar dan... Nee, echt niet. Ja, ik zou niet achter in mijn eigen auto gaan zitten. Ik zou het zeker durven, Harm, want ik ben namelijk verzekerd sinds deze week in Vlaanderen. Ik heb, ik heb mijn verzekering daar geregeld. Ik had nog geen WA-verzekering, dus dat je aansprakelijkheid... Ja. Die had ik nog niet. Dus ik was bij de verzekeringsagent. Die zei, oh, mijn meneer, u moet nog naar gezinspolis, is dat. Dus dan mag je dus met je hele gezin... Mag je dus, het is echt waar... Ik mag voor 100 miljoen euro schade aanrichten. Hij zei, 100 miljoen, inclusief huis hier. Dus ik zoek nu nog een hond die dat kan. Ik vond het een waanzinnig bedrag. En die man, dus ik zei, god, dat is wel heel veel. En toen zei die man, die zei, ja... Bijvoorbeeld, zei hij, als je dat busje aanrijdt... met 20 hele talentvolle geneeskundestudenten daarin... die dan daardoor een enorme carrière mislopen... Ja. Dan kom je aan de 100 miljoen. Ik denk, wat een fantasie, joh. En toen zei ik, stel nou dat ik de spelersbus van Ajax aanrijd... en toen zei hij, nou, dan hou je nog 95 miljoen over. Dan heb je geld pakken. Je hebt het probleem opgelost. Maar ik vind wat je, Jaap, wat je zelf al zei, natuurlijk, het is een hele filosofische vraag. Niet met die kangoeroes, maar als een auto een keuze moet maken... tussen zien, als ik hier rechtsaf ga, gaat de bestuurder dood... maar als ik hier door blijf rijden, gaat degene die oversteekt dood. Ja. Dat is natuurlijk een... Dat zou ik wel willen kunnen instellen. Of twee witte bejaarden. Laat me maar even zo zeggen. Ja. Dat ik wel bepaalde leeftijdsgroepen zeg, go for it. Gewoon, ja. Dan maar geen kras op mijn lak. Ja. In die algoritme zit ook racisme verstopt. Zeker. Het is mensenwerk in die end. Ja, ja, dat geldt voor alles. Maar zou jij nu je interviewvragen laten bedenken door ChatGPT? Wat denk je dat ik hier... Hij is ChatGPT. Anders ga ik toch niet zo vol zelfmedelijden in zo'n trui zitten. Kom op. Wat mooi dat jij binnen 20 minuten helemaal om bent over je eigen trui. In het begin verdedig je het nog, het is mode. Maar het gaat ook zo weer de andere kant op. Hoor. Wacht maar. Harm moet opschieten, want hij moet het Cody Goonsjournaal nog. Het is ontschieten met niemand achter het stuur. Wat was dat? Waar ging het over? In Amerika wordt geëxperimenteerd met zelfrijdende taxis... maar nog niet alles verloopt even soepel. In San Francisco vonden sinds vorig jaar meer dan 200 ongelukken plaats. Zo kwam een auto vast te zitten in nat cement. Ontstaan er files door vastlopende auto's... en ze gaan niet aan de kant van hulpdiensten met loeiende sirenes. Toch zijn er ook voordelen. Zelfrijdende auto's worden niet moe, drinken geen alcohol... en appen niet achter het stuur. Meer dan 200 ongelukken veroorzaken van files... en niet aan de kant van hulpdiensten met loeiende sirenes. Hé, mijn moeder is een zelfrijdende taxi. Ik heb laatst voor het eerst in een zelfrijdende taxi gezeten. Dat was in Zuid-Limburg, waar de chauffeur uitstapte om mijn koffers te pakken... en vergat om de auto op de handrem te zetten. De eindstand van vandaag, een Tom Poes croissant voor de winnaars... en het nakijken voor de verliezers. Het is 13 tegen 14. Bravo. Jammer. Ja. Dit vond je weer hilarisch, toch? Word lid, like en abonneer en we blijven vrienden voor het leven.